De levensomstandigheden in de psychiatrische inrichtingen waren tijdens de oorlog schrijnend. Zo ook in de Willem Arntshoeve hier in Den Dolder. Er woonden te veel mensen bij elkaar en er was veel te weinig eten en te weinig brandstof. Historicus Maarten van Rossum maakte voor het programma Van Rossum Vertelt een indringende reportage over de lang verzwegen wantoestanden. We gaan het hebben over de op dit terrein gevestigde Willem Arntshoeve. Niet de situatie van dit moment in de Willem Arntshoeve, maar de situatie in de Tweede Wereldoorlog. Want het blijkt dat in de Tweede Wereldoorlog op die Willem Arntshoeve, maar ook in andere psychiatrische klinieken, de patiënten op werkelijk erbarmelijke wijze er aan toe waren. Wat daartoe geleid heeft dat de sterfte in die klinieken in de loop van de oorlog ongekend hoog was. Zoals we zullen zien, zo'n 30% in de Willem Arntshoeve en in sommige gevallen zelfs nog veel hoger. En eigenlijk is daar pas heel recent aandacht aan gegeven. En daarover heeft Cecile Aandersterre een boek geschreven. En op basis van dat boek gaan we nu over die kwestie, over die erbarmelijke toestand, praten. We staan hier bij een monument. Het is bij deze plek, omdat in het gebouwtje hiernaast zaten de patiënten die tuberculose hadden. Mm-hmm. En daarvan zijn er heel veel gestorven in de oorlog. Deze hoeve is in 1906 ontworpen. En uiteindelijk in 1911, meen ik, geopend met de eerste patiënten. Er zaten in de oorlog hier 902 patiënten. En nu blijkt er eigenlijk uit recent onderzoek dat die patiënten met name in de oorlogsjaren hier onder erbarmelijke omstandigheden verkeerden. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. De sterfte was enorm inderdaad. Precies, de sterfte was op een niveau dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Ja, maar nu was de sterfte was in de psychiatrie altijd hoog. In de 30 jaren was het zeg maar 5-6%. En ja, het men schrok al, ja, was al aan de hoge kant, maar in de oorlog steeg het dus hier, nou ja, soms tot 20-30%. Vijfmaal zo hoog, ja, in ja, principe. Ja, ja, het was echt enorm. En de vraag is natuurlijk, hoe kan dat? Hoe kan dat? Wat is er gebeurd in de oorlog? Ja, nou ja, wat er gebeurd is, is dat deze inrichting werd gedwongen om, door de Duitsers hebben alle gestichten die in de kuststreek lagen, uh-huh, die gestichten moesten leeg, die werden dus gedwongen, ontruimd. De inspectie voorzag dat ook. De inspectie heeft het al ruim voorzien, er lagen plannen klaar. In 1941 hebben ze bedacht, als we straks gedwongen worden gebouwen te ontruimen, dan gaan we ervan uit dat elke inrichting eigenlijk twee keer zoveel mensen kan opvangen. Hoeveel mensen zijn hier bijvoorbeeld bijgekomen bij die Willem Arntshoeve? Aanvankelijk 254 uit Castricum, uit Duinenbosch, en ruim 500 nog uit Zandpoort. Dus ze kregen er eigenlijk, de inrichting werd verdubbeld. En dan kwamen er later nog 65 mensen bij met epilepsie. Dus uit Meer en Bos. Ja, ja. Nou, en dat was natuurlijk een drama, want de personeel kwam ook mee. Hè? Dus 254 patiënten en 60 personeelsleden. En iedereen moest natuurlijk eten. En die voedselbonnen, die, want daar kwam dus eigenlijk het hele probleem op neer. Die zijn niet navenant verhoogd met het veel groter worden van de populatie. Nou, niet voldoende. En het was ook zo dat deze inrichting had een boerderij. Dus de overheid, de voedseldistributie zei, of de bezetter zei, inrichtingen die een boerderij hebben, moeten van in hun eigen boerderij in principe zoveel mogelijk leven. In die eerste oorlogsjaren was er ruim voldoende voedsel, dat was geen groot probleem. Want dat grote probleem ontstaat natuurlijk pas met, laten we zeggen, vanaf het najaar van 1944. Nee, maar in de psychiatrie was het veel eerder. Hier was het veel eerder al. Ja, ja. Ze verboden bijvoorbeeld te stoken, die leiding. Mensen mochten hier geen hout kappen. Terwijl ze wel, in de bossen iets verderop, lieten ze mensen werken, hout kappen. En dat werd verkocht. En ik heb zelf de financiële administratie helemaal uitgeplozen. Maar daar werd meer verdiend. Onbegrijpelijk. En werd het toen nog dramatischer in de oorlogswintermaanden? Ja, in de oorlogswintermaanden was het de hel. Werkelijk. Maar toen zat hier ook een bezet, was hier een NSB-bewind. Deze inrichting is echt bezet. Utrecht was natuurlijk het bolwerk van de NSB-mussert. En hier is gemuid door een aantal mensen uit de technische dienst. Die boos waren op de directeur. Er was één, die was niet bevorderd en die had de pest erin. Het is dus door de NSB overgenomen. Die ja, naar, deze inrichting is helemaal overgenomen. Als ik de woorden goed interpreteer, ja. De zaken nog veel erger heeft gemaakt dan ze al waren. Ja, de leiding die hier zat, was Fabius van der Weert, later vervangen door Brans Buijs, en Keijer. En Keijer is de leider van het Medisch Front geweest. Ah.
En dat zijn was... die mensen na de oorlog bestraft? Ja, mooie foto staat in ons boek van die twee die door Utrecht, heel Utrecht werden uitgejouwd, ja. Als we dit nou allemaal optellen, hè, dit wanbeleid, ja, hoe je het zou willen noemen, ja, wanbeleid, dan heb je toch het gevoel dat daar een soort ideologie achter steekt. Ze kunnen eigenlijk best dood. We hebben er toch niks aan. Hè. Ja. Ze kunnen niet werken. Het maakt hun niet uit of ze stierven. Nee, en dat sluit natuurlijk deels aan, zij het op minder, misschien minder dramatische, maar toch vrij dramatische wijze. Bij natuurlijk het beleid van de nazi's. Ja. Die honderdduizenden mensen met een geestelijke beperking of een of andere afwijking simpelweg vermoord hebben. Ja. Maar dit was een soort moord op lange heel termijn. Heel lange termijn. Ik vind het heel erg. Als dat nog een paar jaar had geduurd, waren ze allemaal dood geweest, toch? Ja, ja. En het is ook, de bezetter heeft ook gedreigd, veelal zo ongeveer tegen oktober. Eigenlijk in elke inrichting is het wel een keer gebeurd dat ze zeiden, als je niet dit doet, dan voeren we ze allemaal weg. Dat is overal gezegd. Overal is daarmee gedreigd. Maar wat, als we een getal noemen, hoeveel is het dan? De echte mensen die overleden zijn hier op het terrein in de oorlog zijn 1163 mensen, naar wij geteld hebben. Dus het is ongelooflijk. Je kunt eigenlijk wel zeggen, dit zijn ook een soort oorlogsslachtoffers. Ja, ja, je kunt het niet van iedereen zeggen, want het zijn natuurlijk niet allemaal jonge mensen. Het zijn ook hele oude mensen deel... bij. Maar een aanzienlijk deel vind ik persoonlijk dat het oorlogsslachtoffers zijn. Het overlijdenspercentage is van 30% en 50% zijn van een zodanige aard dat die mensen kun je, afgezien misschien van de bejaarden die anders ook dood waren gegaan, kun je oorlogsslachtoffers noemen. Ja, ja. En eigenlijk moeten we weten, waarom zijn ze vergeten? Door de bestuurders waarschijnlijk vanwege gêne. Ja, in de boeken, die erbarmelijke omstandigheden. Veel van de gedenkboeken, niet allemaal hoor. Sandpoort heeft de aantallen genoemd in hun boek hoeveel er zijn overleden. Maar niet alle inrichtingen deden dat. Vaak lees je, grote groepen werden geëvacueerd en toen kwamen ze terug. Alsof ze met z'n allen terugkwamen. En dan weet ik dat er 30% is overleden. Dat is heel frappant. Dat vind ik echt heel frappant dat bestuurders na de oorlog niet gezegd hebben, wij zetten de koppen bij elkaar en we gaan onderzoeken wat er eigenlijk gebeurd is. Dat is niet gebeurd in Nederland. In Frankrijk is dat bijvoorbeeld wel gebeurd, heeft de inspectie een groot onderzoek gelast. Maar dat is in Nederland niet gebeurd. Men had heel erg de behoefte dit te vergeten, denk ik. En zou je, nu het onderzoek voltooid is, zou je zeggen, ja, het woord vermoord is op zijn plaats? Nou, dat vind ik niet. Nee, het is niet actieve moord. Mensen zijn niet met medicatie om het leven gebracht. Maar ze zijn onder dermate slechte omstandigheden terechtgekomen dat het onmogelijk was niet te sterven. We hebben nu gehoord, nu is duidelijk geworden, waarom er zo ontzettend veel mensen overleden in die psychiatrische klinieken. Feitelijk werden ze uitgehongerd. Feitelijk werden ze onmenselijk behandeld. Anders kun je het eigenlijk niet noemen. En in die zin passen ze in een veel groter patroon wat te maken heeft met het nationaal-socialistische beheer, als je dat woord in dit verband kunt gebruiken. Waarbij eigenlijk de minachting voor de menselijkheid een voortdurend aanwezig kardinaal punt was. Die psychiatrische patiënten, dat vonden ze eigenlijk geen mensen. Dat waren waardeloze mensen, die werkten niet, ze waren geen soldaten. Dus je had er niks aan en dus konden ze ook wel doodgaan. Maar dat is een basale denkfout. Als je eenmaal het menselijke, ook wanneer het niet perfect is, minacht, dan minacht je eigenlijk de mens. Dat was in dit geval de kwestie.